Goed, dit verhaal gaat over mij. En niet alleen over mij, maar het begint in ieder geval over mij. En het gaat over hoe ik in de loop der jaren vervreemd ben geraakt van mezelf. Ik ben mijn ware aard eigenlijk verloren gegaan en heb mezelf geweld aangedaan, onbewust. En ik ben er bijna aan ten onder gegaan. Dit verhaal gaat ook over mensen die worstelen met de donkere kant van hun bestaan. De waarheid vertellen, wat er in ons leven afspeelt, helpt ons allemaal om in het licht te blijven. Dit verhaal gaat ook over de wereld waarin we nu leven en hoe spelen helpt, of liever voorkomt, dat u een kopje ondergaat. Kijk, hier kom ik vandaan. Dit is mijn ouderlijk nest. Ik ben dat meisje bij mijn vader op de knie. Ik kom uit Brabant, uit een gezin van 9. Dat is veel drukte en veel plezier, maar ook vechten voor een plek en aandacht. Ik ben een echte Pippi Langkous. Ik ben ondernemend, avontuurlijk, ik ben altijd buiten en ik hang meer in een boom dan dat ik met twee benen op de grond sta. En ik droom ervan actrice te worden en schrijven. Op school sta ik vaak en graag op het podium. De basisschoolleeftijd is de leeftijd waarop kinderen zich gaan verbinden. Dus dat wat zich in hun leeft, willen ze graag naar buiten toe geven. Ze willen vorm geven aan dat wat binnen in hun afspeelt. Even de context. Wat is eigenlijk spelen? Van nature zijn wij een spelend wezen. Dat zei Johan Huizinga al in zijn beroemde werk Homo Ludens. Wij komen in de wereld in een soort natuurlijke staat van zijn en we benaderen de wereld vanuit een eigenheid en nieuwsgierigheid. Het is de kinderlijke mindset, de ja-en-mindset, die ik later terug zal vinden in het improvisatietheater. Speelsheid is dus onze ware aard. Dat is heel belangrijk. Het is onze bron van levensenergie, van waaruit wij leven en alles vormgeven. En onze kracht ligt precies hier, als wij verbonden zijn met ons talent. Wat is spelen? Spelen is opgaan in de zaken, in activiteiten waarvan je ziel gaat zingen, zo noem ik dat. We komen dan in een soort staat van zijn, in een flow, en die staat van zijn, dat ben jij. De oordelen over hoe we doen en wie we zijn, dat komt veel later als we opgroeien. We raken namelijk steeds meer verwijderd van onze oorspronkelijke kern. En dat kan zich later gaan uiten in fysieke en emotionele problemen. Ik leg uit hoe dat werkt. Naarmate we opgroeien, vertonen we steeds meer aangepast gedrag. Om gezien en erbij te horen, hebben we gemerkt, helpt dat aangepast gedrag. We horen dan bij de groep en worden gezien. We noemen dat overlevingsgedrag. Onze omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Denk aan je ouderlijk gezin, maar ook school, vrienden en later je werk. Het systeem bekrachtigt eigenlijk gedrag dat ze wenselijk vinden en ontkrachten of blokkeren gedrag wat ze niet wenselijk vinden. Dat zijn gewoon bewuste en onbewuste processen die horen bij een systeem. Op zich niks mis mee. Bijvoorbeeld, een heel stil kind neigen we steeds naar voren te duwen zodat het zich meer gaat profileren. En een heel druk en bewegelijk kind zeggen we steeds vaak, je moet eens wat meer stilzitten. Ook al is dat niet zijn ware aard. In feite zeggen we op dat moment al, jij bent dat niet. Wij ontkennen zijn ware aard. Ons overlevingsgedrag wordt op den duur een rol. Een rol die we gaan spelen in het leven. De een is een echte entertainer, de ander een echte bescheiden mus. En de derde wordt een pleaser. Het maakt niet uit, ze komen in alle soorten en maten. Belangrijk om te bedenken is, dat ben jij niet. Dat is een rol die we gaan spelen. Die rol dient ook een ander doel. Namelijk om het kwetsbare kind in ons, onze ware aard, te beschermen. In de loop der jaren, als we opgroeien, loopt onze ziel een paar krassen en flinke tikken op. En onze ware aard, het speelse kind, trekt zich steeds vaker terug. Hoe is dat bij mij eigenlijk begonnen? Naarmate ik opgroei, ben ik steeds meer in verwarring. Waarom voel ik me zo vaak alleen? Wat is er mis met mij? Het begint al op de basisschool,
waar leerkrachten voortdurend in mijn rapport, terwijl mijn gemiddelde cijfer een 8,5 is, in de zijkant van mijn rapport zetten, Wilma zou eens wat meer stil moeten zitten en beter moeten luisteren. Mijn goedbedoelende ouders zien mijn plannen voor het VWO niet zitten. De directeur van de basisschool komt persoonlijk langs om voor mij te pleiten. Ze zou echt iets met haar talenten moeten doen, zegt hij. Het zou eeuwig gezonder zijn als dat niet zou gebeuren. In het leven hebben we allemaal mentoren nodig. Mensen die jouw ware aard herkennen en die je een stukje vooruit helpen. De basisschooldirecteur is er zo één. Als ik heel eerlijk ben, is het begonnen toen ik als 7-jarige een gesprek opving tussen mijn moeder en haar zus. Zij laat zich zuchtend ontvallen dat zij haar laatste 3 kinderen, waar ik er één van ben, nooit had moeten hebben. Het is haar eenvoudigweg allemaal te veel. En dat ik elk woord kan horen terwijl ik in de tuin zit, weet zij niet. Mijn overlevingsgedrag wordt performer. Zolang ik maar leuk ben en andere mensen bezighoud en weet te entertainen, hebben zij niet door dat ik me eigenlijk steeds ongelukkiger voel. En daar ongetwijfeld begint de stem in mijn hoofd. De innerlijke criticus die wij allemaal hebben. Ja, zegt hij, je kan wel talentvol zijn, maar er zit niemand op jou te wachten. Van huis uit kom ik helemaal niet in aanraking met theater, nog met films en boeken. Zoals mijn vader zegt, met toneel valt geen droog brood te verdienen. Misschien heeft hij gelijk. En toch is dat wat ik wil. Ik wil theater maken en ik waag de sprong. Ik ga naar Amsterdam. En gek genoeg stap ik daar in precies dezelfde valkuil. Bij de selectie voor de regieopleiding eindig ik bij de laatste 6 overgebleven kandidaten. Ze zeggen dat ik zeer talentvol ben, maar dat ik nog een jaartje de praktijk in moet gaan en zeker terug moet komen. Dat laatste doe ik dus niet. Kijk, alles begint wel met talent, maar er is ook moed voor nodig en vooral het geloof dat je recht hebt op je plek in de wereld en die in te nemen. Enfin, inmiddels ben ik fulltime aan het werk. Ik word trainer, ik word coach, ik ga samenwonen, word moeder, krijg een prachtige dochter. Ik run het samengestelde gezin met 2 stiefdochters van mijn man uit een eerder huwelijk. Ik hou heel veel ballen in de lucht. Ik werk hard en veel. Want ik ben namelijk het kind dat niet mag teleurstellen. En op een dag is het zover. Mijn lichaam en mijn geest haken af. Ik val letterlijk om. En binnen no time verdwijn ik in het diepe gat van een burn-out, gevolgd door een terugkerende depressie. Een depressie, net als een burn-out, is een soort van trauma. Het grijpt diep in je leven in en je weet eigenlijk niet wat er gebeurt en waarom. Je komt in een volledige staat van apathie en uitputting, zowel fysiek als geestelijk. Zelfs het maken van een boodschappenlijstje was voor mij al te veel. Even kort door de bocht, er is een verschil tussen burn-out en depressie. Burn-out is een verlies van energie. Je doet heel veel en je wil heel veel, veel te veel, maar je hebt gewoon geen energie meer. De koek is op. Een depressie is een stemmingstoornis. Je hebt gebrek aan levenslust. Je kan eigenlijk nog wel het een en ander, maar je wil gewoon niet meer. Gaat dit dan verhaal alleen over mij? Denkt u, gevalletje pech, kan je overkomen? Nee, dat denk ik niet. In mijn werk als coach binnen organisaties zie ik veel hoogopgeleide professionals. Hun dagen worden bepaald door economisch nut, doelen en resultaten. Hun agenda is vol, privé ook. Mentaal maken ze overuren en ze brengen hun dagen uitsluitend achter een beeldscherm door. En langzamerhand raken zij de grip kwijt, zowel op zichzelf als op hun leven. Hun klachten zijn serieus en variëren van rusteloos, niet meer kunnen slapen, piekeren, somberheid, kort lontje, kortom, ze zijn eigenlijk het spoor kwijt. En hun stroom van negatieve gedachten is indrukwekkend en hun zelfbeeld vaak laag.
Zij moeten gewoon leren om weer grenzen te trekken en vaker nee te zeggen. En ze moeten vooral leren naar hun lichaam te luisteren. Ja, hoor ik mijn vader zeggen, je raakt toch niet uitgeput van hard werken? Er is nog nooit iemand dood van gegaan. Nee, je gaat niet dood van hard werken. Maar je gaat wel dood van te veel en te vaak moeten geven wat je niet hebt en vooral wat je niet bent. Niet mogen zijn wie je bent leidt uiteindelijk tot verlies van energie en kan eindigen in een pittige burn-out en in depressie. Stuart Brown, de founding father eigenlijk van het belang van spel, formuleert het als volgt. Het tegenovergestelde van spel is niet wat wij vaak denken werk, maar is depressie. En hij heeft gelijk. De oorzaak van een burn-out ligt dus veel vaker op een zijnsniveau, een dieper niveau. Om gezien en erkend te worden, leveren wij in de loop der jaren veel van onszelf in. We zetten een rem op onze creativiteit en we raken steeds vervreemder van onszelf. Parker J. Palmer, schrijver en activist, die omschrijft het als volgt. We gaan op den duur iemand anders leven leiden. En dat kan leiden tot grote schade, vooral voor onszelf. Zo begeleid ik een manager die eigenlijk zijn piano niet meer aanraakt. En een teamleider die ontdekt dat hij nauwelijks meer met zijn kinderen buiten speelt. En een beleidsmedewerker die in zijn hart voelt dat hij het liefst fysiotherapeut was geworden. En een financieel toptalent op de Zuidas, die ontdekt dat hij nauwelijks meer zijn gitaar aanraakt. Even wat feiten. Burn-out is langzamerhand ziekte nummer 1 aan het worden in Nederland. 1 op de 7 Nederlanders heeft ermee te maken. Burn-out treft vooral heel veel jongeren. En wist u dat in Nederland meer dan 1 miljoen mensen te maken hebben met een depressie en dat ze antidepressiva slikken? En dat suïcide onder jongeren toeneemt? Er is ook goed nieuws. De huidige wereld is in transitie. Het besef dringt door dat het zo niet langer kan. Het economisch denken heeft langzamerhand niet alleen de aarde, maar ook de mens uitgeput. En het roer moet om. Organisaties moeten daar ook in mee. Zij moeten namelijk nieuwe antwoorden hebben op oude en nieuwe problemen. En het goede nieuws is ook, spelen is weer hip. Medewerkers springen op trampolines bij een brainstorm of staan te pingpongen bij een overleg. Het besef is namelijk ingedaald dat spelen en bewegen leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe aanpakken van oude en nieuwe problemen. Het is ook gewoon een breinding. Door te bewegen en te spelen prikkelen we namelijk onze rechter hersenhelft, de creatieve kant. Het is een verbinding tussen brein en motoriek. Zo is bekend dat mensen die veel spelen en bewegen niet zo snel dement worden. En dat mensen die in een koor zingen vaak het gelukshormoon serotonine aanmaken. En mensen die vaak met hun handen werken blijken veel sterker probleemoplossers te zijn. Nou, goed nieuws denkt u toch? Homo Ludens is weer terug, dat willen we. Ja en nee. Want als in organisaties wordt gespeeld, vraag ik me af, is spelen met een doel nog wel spelen? Of zijn we gewoon weer niet bezig voor economisch gewin? Volgens mij is het zo dat zolang het doel belangrijker is dan de daad van het spelen zelf, het geen spelen is. Want niet in de zin waarin ik het hier bedoel. Wel is het een geweldige mooie tool om mensen in organisaties in beweging te brengen. En er is licht, ook in mijn leven weer. Inmiddels weet ik dat alles wat er in ons leven gebeurt ons dient om te worden wie we zijn. Mijn grote ommekeer ligt na mijn scheiding toen ik mijn volgende spirituele mentor ontmoette. En die kon mij helder laten zien wie ik eigenlijk was en wat ik was verloren in de loop der jaren. En hij bracht mij thuis bij mezelf wie ik ben. Bij voorkeur hang ik ergens ondersteboven. De rauwe gekte van mijn theatergroep maakt mij steeds gezond en gelukkig. Ik zou het niet willen missen. Lopen, buiten zijn, wandelen, zwemmen, zijn activiteiten die ik nodig heb om mijn hoofd leeg te maken en mijn lichaam in beweging. Voor alles is eigenlijk mijn dochter, het licht in mijn leven. Omdat zij mij keer op keer laat zien
hoe waardevol ons leven is. Goed, nou, voor u staat weer een gelukkig mens. U hoeft dus geen zorgen te maken. Ik heb mijn kwetsbare kant weer teruggevonden. Dat spelende kind in mij is wakker. Mijn vraag aan u is, hoe gaat het met uw innerlijke kind? En wanneer hebt u voor het laatst gespeeld? Want wie zichzelf serieus neemt, neemt spelen serieus. Dank u wel.